drinken hoor. Prijs in je broeders en zusters, halleluja. We zijn vanavond niet in Zwolle bij elkaar in de naam van een kerk. Maar ik geloof dat het heel goed is om aan de gemeente ook een mooi Bijbelse naam te geven natuurlijk. He? Maar het is ook goed om te beseffen dat we vanavond niet bij elkaar zijn in de naam van deze gemeente. Amen. Maar we zijn vanavond uitdrukkelijk bij elkaar in de naam die is boven alle namen. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Want de Heer Jezus heeft ons een hele bijzondere belofte gegeven. Hij heeft gezegd, waar twee of drie bijeen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Amen. En Gods woord is de absolute waarheid. Amen. Maar de Bijbel gaat nog veel verder. En dan is het niet alleen Jezus bij ons. En dat is ook het geheim van het evangelie. En dat is Jezus Christus in ons. Amen. Ook als man en vrouw in het huwelijk, zegt de Bijbel, dan ben je één vlees. Maar de Bijbel zegt, in het geloof in de Heer Jezus Christus, ben je één van de geest met hem. En dat betekent dat hij in jou is. Amen. En dat is ook een van de dingen die ik het allereerst heb geleerd. En dat is dat je de Heer Jezus moet uitnodigen in je hart. Amen. En dat klinkt heel naïef en daar is het waarschijnlijk ook. Maar het is de waarheid, mensen. God heeft ons zo innig lief dat het voor hem niet genoeg is om naast ons te staan. Hij wil één met ons zijn, één van de geest. Hij woont in ons hart. Prijs de Heer, dat is geweldig. En daarom, broeders en zusters, als we zo volkomen afhankelijk zijn van de Heer Jezus, dan zijn er alle dingen mogelijk. Amen. En dat doet God wonderen op ons eenvoudig, oprecht gebed. En dan gebeurt er van alles en nog. En dan gaan we inzien, mensen, dat onze God een wonderlijke Heer is. En dat hij bovenal ook een leidsman is. Een herder. Amen. Hij wil ons leiden, mensen. Zonder hem raken we hopeloos verdwaald. Maar aan zijn doorboorde helpt mensen. We wandelen met de wegen van God, halleluja. En dat betekent dat elke stap een wonder is, halleluja. En dat betekent dat bij elke stap de boze machten vluchten. Niet omdat jij zo bijzonder bent, maar hij die in je woont, Jezus Christus, de enige geboren zoon van de enige waarachtige levende God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er zijn vele miljoenen goden in deze wereld. Maar ze hebben ogen, ze kunnen niet zien. Ze hebben benen, ze kunnen niet lopen. Ze hebben armen, ze kunnen niks doen. Het zijn dode goden, ze moeten gedragen worden. Maar onze God is de enige waarachtige levende God. Als je de naam van Jezus aanroept, dan gaat er wat gebeuren, mensen. Als je die naam aanroept met de volgende. Oprecht had, dan garandeer ik je, dan gaat er wat gebeuren. Dan wordt het juk verbroken. Dan gaat de vloek moet wijken. En dan leer je te wandelen met de levende God, is de zoon Jezus Christus. En er is het meest wonderlijke avontuur dat een mens zich kan wensen. Nu ga ik ook iets lezen uit de Bijbel, halleluja. Uit Filippenzen, hoofdstuk 2. En dan wil ik beginnen bij vers 5. Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 12. Oké, heb je het gevonden? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn.
niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. Verzacht. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij, Jezus, zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zich alle knie zal buigen, van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Halleluja. Ik zei het, broeders en zusters, we zijn vanavond bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent dat Hij in ons midden is. Zoals ik zei, Hij woont in ons mens. En onze God is niet een zwijgzame God. Amen. Daarom zegt de Bijbel ook, daarom schrijft de apostel Johannes ook, een paar versen ervan. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Broeders en zusters, onze God is een sprekende God. Hij is een vader. Amen. Prijs de Heer. En als de discipelen, de Heer Jezus, gebeurde vaak dat de Heer Jezus, dat hij in gebed was. En dan hoorden zijn discipelen, die hoorden hem altijd spreken tot de Vader. Amen. Onze God, mensen, is niet zomaar een God. Hij is een vader. Amen. Hij is jouw vader. Daarom zegt de Bijbel, God is liefde. En God de Vader is in zijn oneindige liefde tot het uiterste van het uiterste te gegaan. Door zijn enige kind, zijn enige Zoon, Jezus Christus, om hem te zenden, naar deze verloren wereld. En om het grootste probleem van deze wereld, het zondeprobleem is dat, om dat probleem op te lossen, hoe? Door voor ons aan het kruis tot vloeken, tot zonde te worden. Jezus kwam in deze wereld, gezonden door zijn hemelse Vader. En aan het kruis op Golgotha, zegt de Bijbel, nam hij de zonde van de wereld. En heeft de zonde van de wereld aan het kruis genageld. Is dat niet wonderlijk, broeders en zusters? Jezus gaf niet veel. Hij gaf zichzelf. En dat is ook het grootste geschenk en de grootste gave die we God de Vader kunnen geven. Door onszelf te geven. Amen. Door alles te geven. Door je leven zonder voorwaarden over te geven aan de Vader, aan de Heer Jezus Christus. En dan gaan we ontdekken dat God onze lichamen heeft gemaakt tot tempels van de Heilige Geest. Tot leden van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat de Heer Jezus, dat God in ons woont. Is dat niet wonder? Dat God de wereld zo oneindig lief heeft gehad. Dat Hij zijn enige geboren Zoon Jezus heeft gezonden. Om te worden geslacht als het lam van God aan het kruis.
Aan het kruis droeg hij de zonde van de wereld, de ziekte, de zwakheden, de straf die wij hadden verdiend, nam Jezus op zich. Het oordeel die wij hadden verdiend, kwam neer op de Zoon van God aan het kruis op Golgotha. En hij stierf voor onze zonde. Is dat niet wonderlijk? De Bijbel zegt ook dat het loon der zondigheid is de dood. En daarom kwam Jezus om voor de zonde van de wereld te sterven aan het kruis op Golgotha. Om voor ons tot zonde te vloek te worden. Hij heeft de zonde van de wereld in zijn lichaam gedragen. De zonde van de wereld voor eens en voor eeuwig aan het kruis genageld. Het bloed van de Heer Jezus werd daar vergoten aan het kruis. Toen die Romeinse soldaat zijn speer dreef in het dode lichaam van Jezus. Toen die soldaat zijn speer dreef in het dode lichaam van Jezus. Toen bracht Satan zichzelf de eeuwige doodsteek toe. Want in zijn dood heeft Jezus de zonde van de hele wereld aan het kruis genageld. Amen. En toen die speer in zijn lichaam gedreven werd, begon het dierbare bloed van de Heer Jezus onmiddellijk te vloeien. Vanaf dat moment is het koninkrijk van Satan volledig verwoest en vernietigd. Omdat de Bijbel zegt, amen, dat er kracht is in het bloed van Jezus. Amen. Daar is kracht in het bloed van Jezus Christus. Wat er vloeide aan het kruis op Golgotha. Want de Bijbel zegt dat het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt ons van alle zonden. Als we ons leven radicaal en volledig en voor 100% overgeven aan de Vader, aan de Heer Jezus. En dat is wonderlijk. Prijs de Heer. Jezus werd voor ons aan het kruis tot vloek en tot zonde. Hij droeg de zonde, de ziekte, onze zwakheden, onze straf van de hele wereld, heeft hij aan het kruis gedaan. Hij stierf voor onze zonde aan het kruis. Ja. En toen het bloed van Jezus vergoten werd aan het kruis, zegt de Bijbel dat het bloed van Jezus, dat reinigt ons van alle zonden. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. En dat door zijn striemen, zegt de Bijbel, ben jij genezen. Er staat niet, zul je genezen zijn, maar door zijn striemen ben jij genezen. Halleluja. Prijs de Heer. En wat je gelooft. Amen. En de Bijbel zegt ook dat het bloed van Jezus, wat er vergoten werd aan het kruis, heeft Satan de kop vermorteld. Satan had maar één idee, die Jezus van Nazareth, die moet doen. Maar de dood van Jezus is zijn eeuwige ondergang geworden. Want Jezus stierf voor onze zonde aan het kruis. Hij heeft ons gered van onze zonde. Door de zonde van de wereld voor eeuwig aan het kruis te nagen. En dat is Satan zijn eeuwige ondergang geworden. Toen het bloed van Jezus begon te stromen aan het kruis. Nadat die Romeinse soldaat zijn speer dreef in het dode lichaam van Jezus. Toen is het koninkrijk van Satan vernietigd en verwoest. De duivel heeft een groot probleem met het bloed van Jezus. Dat heeft hem vernietigd. Want de Bijbel zegt, er is kracht in het bloed van het Lam. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Als we bereid zijn om ons te bekeren tot God. Met ons gehele hart. Amen. En dat is ook het allergrootste gebod in de hele Bijbel. En dat zegt ook, en gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Geheel betekent 100%. Met geheel uw verstand. Met geheel uw ziel. Met alles in ons mensen. Dat is het grootste gebod. Hem lief hebben. Voor 100%. Prijs de Heer. En dat is wonderlijk, mensen. Onze God is liefde. Amen. Prijs de Heer. En de opdracht die de Vader gaf aan de Heer Jezus. Ik noem dat een onmogelijke opdracht. Want de Bijbel zegt ook dat de Heer Jezus
die was van eeuwigheid aan in het paradijs, op de troon, aan de rechterhand van de Vader, de allerhoogste plaats. Amen. En Jezus was het heilige Lam van God. Hij was absoluut zonder zonde. Nu heeft de wereld u en mij zo oneindig lief gehad. Dat hij alles heeft gedaan om het grootste probleem op te lossen. En er is het zondeprobleem. En er was maar één die dat volmaakte offer kon brengen. Dat volmaakte offer voor de verzoening van de zonde van de hele wereld en van alle generaties. Er was maar één in staat om dat volmaakte offer te brengen. Gods enige geboren zoon. Jezus. Die absoluut zonder zonde. Maar voor ons zegt de Bijbel aan het kruis werd gemaakt. Tot vloek en tot zonde. En zoals de Bijbel zegt dat de ziel die zondig zal sterven. Zo stierf Jezus onze dood. Hij is onze dood gestorven. Mensen. Amen. Prijs de Heer. En toen hebben ze hem in het graf gelegd. Maar zoals Jezus ook zijn discipelen heeft gezegd. We gaan naar Jeruzalem. Waar de zoon des mensen zal worden overgeleverd. In de handen van zondaar. En ze zullen hem doden. Maar op de derde dag zal ik opstaan. Halleluja. En er is gebeurd, mensen. 3 dagen nadat Jezus stierf. Stond hij op uit de dood. Kwam hij levend uit die rotsgraf, mensen. En toen Jezus opstond uit de dood, toen schrok de duivel zich dood. Sorry, de uitdrukking. Maar ik had geen betere uitdrukking te vinden. Dat zijn huidige situaties. Amen. Prijs de Heer. De duivel dacht dat hij het plan van God kon dwarsbomen. Maar het is een voor eeuwen noodlottig. Want Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. Jezus liet zich kronen met doornen. Jezus liet zich nagelen aan het kruis. Grote spijkers door beide handen. Grote spijkers door beide voeten. Hij werd er voor ons als zonde gemaakt. En toen de bloed van Jezus begon te vloeien aan het kruis. Toen is de koningin van Satan verwoest. En vernietigd. Halleluja. De Bijbel zegt ook dat Jezus, nadat Jezus opstond uit de dood, heeft hij de Satan en al zijn engelen ontwapend en openlijk over hem gezegevierd. Halleluja. En Jezus zegt ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt de Bijbel ook dat onze vleeselijke lichamen, ons lichaam van vlees en bloed. Zijn leden van het lichaam van Christus. Amen. En waar onze geest betreft, de Bijbel zegt dat wij één geest met Jezus zijn geworden. Dit is wonder. Kunt u mij daar volgen, mensen? Ik spreek geen Hebreeuws. Ik spreek ook geen Frans. Ook geen Grunigs. Maar gewoon fatsoenlijk ouderwets Nederlands. Amen. Dus ik weet dat jullie mij begrijpen. Prijs de Heer. Maar er is een sleutel. Eén ding heb ik ook ontdekt. God is liefde. Maar hij is ook een jaloers God. Amen. Ook al geef je hem 99%. Dan garandeer ik. Dat die 1% je naar beneden zal zijn. Hij wil ons totaal. Amen. Ja, maar ik heb die 3 spaarrekeningen. Hoe zit dat? En ik heb net zoveel geërfd van mijn grootvader. Hoe zit dat dan? Geef hem toch al dat oude roest. Je kunt nog geen cent meenemen daar waar je heen gaat. En dat heb ik gedaan en ik heb alles gegeven. Als je geld moet hebben, moet je niet bij mij komen. Ik ben altijd, Maar ik kan u wel een tip geven.
Maar wat ik wil zeggen, mensen, ik heb alles aan de Heer gegeven. Amen. Amen. Ik heb vroeger, toen ik de Heer niet kende in Scandinavië, was ik mijn vriend kwijtgeraakt. Ik had mijn geld, had mijn paspoort, ik had in één keer niks meer. Ik moest bedelen. Ik heb gebedeld, gelukkig niet zo heel lang. Ik weet wat het is, mensen, als je moet bedelen, je hebt niks meer, het verrooid tot en maar God heeft me gezien. Heeft me gezien. Halleluja. Amen. En ik was volkomen ongelovig. Rondlopend wild. Kun je wel zeggen. Geen grijntje geloof. En toch, mensen, op 22-jarige leeftijd. Komt deze veen dapper, is een grunniger. Radicaal tot bekeer. Halleluja. En ik kan u vertellen, mijn leven is nooit meer dezelfde geweest. Want wat heb ik gedaan? Ik heb hem alles gegeven. Ik zei, hier is mijn leven. Alles. Heere Jezus, wat wilt u dat ik doe? Heere Jezus, waar wilt u dat ik doe? En dat gebed bid ik nog steeds. En daar komen we ook zoveel klaar. Weet je wat zo wonder was? Ik was dan maar niet doen vertrouwen. Ik deed nog maar een paar maanden bekeer. En er was een broeder die nam me wel eens mee op woensdagavond naar een bidstond in Winschoten. Bij hele oude mensen zit je daar als 22-jarig tussen oudjes. Oudjes. En in een van die avonden vierden wij het heiligavond. En die broeder waarmee ik kwam, die leidde dat. En toen gaf hij ons allemaal even een stukje brood. En toen gaf hij mij een stukje brood. Ik zei het ook al, maar net een paar maanden keer. Toen begon hij tegen mij te praten. Hij zei, broeder, zegt hij, God die geeft me een visioen. Ik dacht, visioen. Hij zei, ja, zegt hij, ik zie heel veel donker gekleurde mensen. En ik zie jou, jij bent erbij om het evangelie te brengen. Ik dacht, man, pregeren, halleluja. Nou, ik kan u vertellen, mensen, als u mij vraagt, in hoeveel landen zijn jullie geweest, dan moet ik het eerst natellen, want er zijn er zoveel. Als u wil vragen, kun je ze allemaal opnoemen? Ik zeg, alsjeblieft, is te veel. Hij is een wonderlijke God, mensen. Wonderlijke God. Ik zag vroeger als jongeman, ik keek om me heen, mensen die, ja, mensen die hebben ze goede op, ze studeren, goede baan. Goed salaris, leuk vrouwtje, leuk mannetje, kindertje, leuk huisje. En dan maar, dat is leuk, maar zou er nou echt niks meer zijn? Dacht ik. Wat er nu is. Maar ik heb het ontdekt, mensen. Zou ik nou? Wat er meer is. Halleluja. Dit is allemaal van voorbijgaande aan. Maar Jezus is voor eeuwig. En zijn vader, oh, wat een geweldige vader. Wat een wonderlijke vader. En hij zorgt voor ons. Weet je, toen God mij na 22 jaar, ik was toen 22 jaar bekeerd, ik was toen 44. Toen riep hij mij fulltime in zijn dienst om voor hem te gaan rijden, om voor hem te gaan reizen over de wereld. We zijn er vele landen geweest. En hij zegt tegen mij, moest mijn werk opzeggen. En hij zei tegen mij, luister, ik wil niet dat je ook maar iemand vraagt voor de pink. Nee, dat zei ik niet. Voor die pink. Voor het geld. In al die jaren, mensen. Voor deze. In al die jaren. Nooit iemand gevraagd. Ik kwam laatst in Stadskraal naar de dienst. Liep een broeder met me mee naar ons. Oh, dit was een emmer. Of was het nou? En ik blijf staan bij mijn auto. Ik blijf staan bij onze auto. Hij kijkt naar die auto. Hij zegt, Volvo. Ik zeg, ja, wat is dit? Ik zeg, ja, Volvo. Weet je wat ik heb ontdekt? Als je doet, als je zijn verlangens vervult, dan ziet hij ook jouw verlangen. En heel eerlijk, ik vind Volvo gewoon mooi. En hij weet dat. En dat is toch wonderlijk. Amen. Een vogel, alsof de auto staat van puur goud. Met wielen van diamant. Het is gewoon een auto, ik heb maar geen schot. Ja, dit
met een deuk in. Voor een Volvo. Maar wat ik wil zeggen is, geef hem toch alles. En je zult geen gebrek lijden. Wonderlijk. Ik weet nog niet eens wat ik op de bank heb. Ik weet alleen dat er meer dan genoeg staat. En dat het voor mij voldoende. Ik bekom me bij het totaal nu mijn geld. Amen. Tweeken. Zijn wij nog wat dat is? Ik hoef het hem niet te weten. Die wonderlijk mens. Onze God is zo wonderlijk. Geef hem dan alles. Geef hem toch alles. Zodat hij jou kan gebruiken. Want er is een wereld in nood, mensen. Er is nooit zo'n grote oogst of aanzienlijk geweest als in deze tijd. Ondanks al de moderne apparatuur, de computer, noem maar op wat. Wat dacht je van die mensen in India? Dat die de evangelie kunnen zien op de tv. Ze worden geboren op straat. Ze sterven op straat. Ze krijgen geen kinderen op straat, ze moeten koken op straat. Televisie, waar heb je het over, meneer? Wat is dat? En lang blijven ze weer een bordje. Als ze weer een beetje een bordje hebben. Wat is de maag? En waar zijn de werkers? Wij doen ook ons best. Maar we zijn ook beperkt, mensen. Maar God helpt ons. Hij opent deuren. Amen. Stond voor de radio, stond voor de televisie. Toen ik in Amerika was. Toen mocht ik ook voor de radio spreken. Ik sprak in Engels en werd ook vertaald in Spaans. Ik vroeg, heb u nou enig idee tot hoeveel mensen ik spreek? Ze zeggen tenminste 40 miljoen. Ik zei, wat? En er was zo'n zalving in die studio. Dat mijn broeder die mij vertaalde, die zette daar de hele tijd aan. Die zette te schudden, te trillen, want dat kan wel wat. En toen die op bedlaag strak had, die toen trilde hij nog om. Zo zou ik. Dat je gisteravond lag op bed, ik zat daar naar de trillen. Niet normaal meer. En dat is kunnen we. Halleluja. De shaker, wat je ook noemde, ze vroeg in Amerika, die met die helft van die geloven, die schudden ook. Prettig. En dat is het, mensen. God die schudt zijn kerk, dat ze wakker worden. Dat ze gaan inzien dat ze hem moeten liefhebben, hem moeten gaan gehoorzamen. En niet alleen maar op zoek zijn naar zegeningen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar zegeningen. Die komen vanzelf naar beneden. Die komen vanzelf op je weg. Zelfs een Volvo. Amen. Hoe lang mijn Volvo rijdt? 28 jaar of nog meer. Nooit meer aan het merk gehad. Nooit meer aan het merk gehad. Toen ik begon had ik één pak, mijn trouwpak, grijze pak. Dat was alles. Maar nu mensen, als ik bij mijn thuis kom en ik trek die kast open, dan mag ik ze tellen. Seven! Five! Ook een Bijbelskatalog. Vijf van die pakken heb ik gekregen. Twee in Amerika. Maar nog drie mogen. Je legt me gewoon niet echt bij het hart. Ik hoef er niet meer naar de winkel, ze hebben gewoon gebeden. Ik heb ze nog. Als je ze ziet, dan hebben ze net naar de winkel komen. Vijf pakken. En niet gedragen, splinternieuw uit de winkel. En die andere twee, nou we hebben God met ons gezegend met een zoon en een dochter. Nou, de stam is inmiddels behoorlijk gegroeid. Kleine kindertjes! Maar nu, hoe het ook zei, toen onze zoon ging trouwen, toen onze dochter ging trouwen. Toen zeiden ze, pap, we weten dat ze mooie pakken hebt. Maar ze zeiden, we trouwen maar één keer. En dan willen we graag dat je voor die gelegenheid een echt helemaal nieuw pak koopt. Dat is nog eens goed nieuws, niet? We trouwen maar één keer. Er werd niet gesproken over eventuele scheidingen. Ze zeiden, trouwen maar één keer. Dat is best een pak maat, een pak van mijn hart. Nou, u hoort het wel, mensen. Deze man die komt er toch niet door. Halleluja. Kijk, dat is nou de timing. 9:00. Het uren des gebeds. Maar kunt u mij voorzetten, die man? Die zit er veel in de troep. En dan moet je voor me gaan leren. Amen. Dag en nacht voor me gaan leren. Elke prins is er. Nou, we moeten onze voeten gaan staan.
En dan gaan we binnen. Dat gaan we gaan. Als je nog iets, als je ziet, schudt het ook niet meer. Dat is zomaar uit. Normaal niet. Ik vind dat lammetjes zo mooi. Broeders en zusters, ik zei het al, de Heer Jezus is. En als u hem lief hebt, en ik geloof dat u hem lief hebt, dan is het niet zo dat hij bij is, dan woont hij in. God heeft onze lichamen gemaakt door tempels van de heiligheid. Hij woont in. Amen. Hij wil je helpen. Hij wil je genezen. Hij wil je geven wat je nodig hebt. Amen. Alleen de voorwaarde is dat je, zoals ik al steeds zeg, dat je je leven radicaal aan hem geeft. Amen. Prijs de Heer. Is er iemand die zegt, ja, ik heb echt, ik heb dit of ik heb dat. Zou je me de handen willen opleggen? Mag ik dat je hand zien? Niet dat ik beter kan leren dan je. Maar God die gebruikt het gewoon. Kom maar naar voren. Op de stad.